Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten wij weer op de GamesXL Survival Server. En zoals ik jullie zei, nou ja, ik ben vandaag niet alleen natuurlijk. Hè. En ik heb trouwens al een beetje geëxplored. Dit zijn nu mijn coördinaten. En ik heb echt zoveel varkens tegengekomen. Ik ben ze allemaal gaan killen. En daar zie ik iemand. En ik heb zoveel pork nu al trouwens. Fuck dit pork. What the fuck. Maar ik ben dus niet alleen. Tibo is vandaag bij me. Dat ben ik niet. Tibo, daar ben je wel. Nee. Tibo gaat met mij de allereerste episode doen waarbij iemand mij joint. Dus Tibo is eigenlijk zeg maar de eerste die in deze serie komt. Volgende episode 3, weet ik ook al wie er gaat joinen. Dat heb ik namelijk al overlegd met degene die graag wilde joinen. Toch wil ik nu even zeggen, ik weet niet of ik iedere episode mensen kan laten joinen. Aangezien dat ik ook natuurlijk wil bouwen aan dingen zoals mijn base en zo. En dat kunnen niet altijd mensen bij meehelpen. Dus we gaan gewoon kijken hoe vaak dat mensen kunnen joinen en wanneer het uitkomt. En dan gaan we er gewoon, dan gaan we dat gewoon zo doen. Tibo, kom je mee? Want ik heb het gevoel dat we deze kant op moeten. Ik loop namelijk altijd al deze kant op, de hele tijd al. Vanaf spawn, zowat. Dus ik heb zoiets van, hey, weet je wat? Laten we dat ook gewoon vervolgen. En ik zie daar een village. Oh mijn god. Cheats. Hex. Cheats. Hex. Als die nog niet geraid is in ieder geval. Ja, dat zou wel nice zijn. Dat zou zeker wel nice zijn. Maar deze episode gaan we een beetje exploren. We gaan niet aan één stuk door opnemen. We gaan natuurlijk ook gewoon eventjes af en toe knippen. En deze village is al geraid blijkbaar. Dat is jammer. Maar we gaan af en toe zo ook knippen zo van, ja, als er een hele lange tijd niks meer gebeurt, zeg maar. Tommy, weet je wat mij nu opvalt? Nee. Die er superveel villagers zijn. Ja, inderdaad. Dat zag ik dus ook. Dat zag ik dus ook. Ik denk, hè. Dat ze hier vieze dingetjes hebben zitten doen. Ik denk het ook. Bah. Nou, we gaan gewoon verder. We lopen gewoon een beetje verder. Oh, shit. Nou, Tibo, vertel eens wat over jezelf. Mensen van mijn kanaal kennen jou al, maar ja, we moeten toch het principe van de serie behouden, dus vertel eens iets over jezelf. Ja, ik ben dus Tibo. Mensen kennen me op deze server als Halbraith, de head admin. Wat ik doe op deze server is gewoon simpel, gewoon griefs fixen, mensen bannen en chat in toog houden en survival natuurlijk. Ja, en jij hebt zelf ook een survival serie, want jij hebt ook een YouTube kanaal, geloof ik? Ja, dat noemt Game Twins. Hebben de meeste mensen denk ik ook wel gezien van in de beschrijving. Ja, in de beschrijving zit natuurlijk zijn kanaal. Maar ja, we moeten een beetje... Iedereen kent je al, het is een beetje cliché op het moment. Maar ja, dit gaat dus ook gewoon zo gebeuren met de volgende die komen. Ik wil niet zeggen wie in episode 3 komt. Want ik weet al wie erin komt. Hij weet het zelf ook al en hij is zeer enthousiast erover. Dus ik ga het niet vertellen. Gewoon om het spannend te houden. Maar het is een abonnee. Het is iemand die gewoon zelf ook meespeelt op de server. Dus dat is wel superleuk. Ik zie nog een village. What the fuck? Zie, ik zei het toch, hex. Kerel, ik heb een render distance op 16 staan, hè. 16 chunks. Oh, what the fuck. 16 chunks staat verder dan race minimap. deze is niet geraid. Nice. Ja, nice. Ja, dat even, hè. Laten we hem dan even raiden. Ik heb natuurlijk ook potatoes nodig en carrots en zo om mijn eigen farm straks te kunnen maken. Ik wil hier natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk... Eigenlijk wil deze serie gewoon zoveel mogelijk farms maken en zo mooi mogelijk huisje. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze serie, denk ik. Ik heb meteen pumpkins gevonden, super nice. Die neem ik ook gewoon mooi meteen mee. Nice. Gewoon omdat het kan. Meer carrots, yay. Oh. Meer staat. Oké, dat klinkt heel fout, Tibo. Er zijn ook mensen die net in de puberteit zitten die naar mijn video's kijken. Dus dan gaan die mensen allemaal rare dingen denken, hè, Tibo. Ja. Yeah. Oh, een beetje serverlag. Oh, valt mee. Was niet zo heel erg. Tibo heeft in ieder geval zijn eigen armor van zijn eigen survival serie. Want ik heb namelijk nog geen armor. Ik wil namelijk in episode 3 willen dat ik gaan caven. Met die ene kerel. Ik ga niet zeggen wie het was. Tommy, wie was het nou? Ja, wie is het nou? Spannend, hè?
Oké, we laten gewoon doorgaan. Dus best wel slecht. Weet je wat? Ik denk dat we jullie zo zien als ze bij een ander stukje zijn. Dus tot zo. En ja, we zijn eigenlijk nog geen 100 blokjes verder. We hadden nog geen 50. En we vinden gewoon een fucking desert. Desert. En ik dacht zelf om in een desert te gaan wonen. Eigenlijk. Ik heb een super vet idee. Ik wil namelijk, net zoals Arcus, ik weet niet of jullie Arcus kennen van de Minecraft. Maar ik vind dit bijvoorbeeld wel een best wel een vet, hoe heet dat? Berg, zeg maar. Die berg vind ik best vet. Dus hier ga ik bijvoorbeeld een hele mooie ingang in maken. En dan ga ik mijn hele base ondergrond doen. Gewoon omdat het kan. Gewoon hashtag YOLO. Gewoon. In een desert. Ja, in een desert. Waar het zand op je kop valt als je dat doet. Ja, daarom moet je ook gewoon pro zijn, zoals ik. Nee, maar ik wil bijvoorbeeld best wel veel sandstone gaan gebruiken. En nether bricks, zoals hij ook maakt. Een nether bricks, daar kan echt super veel nice dingen mee werken. Oh mijn god, ik zie een jungle temple. Oh mijn god. Maar ja, je kan dus best wel veel mooie dingen maken met nether brick en al die shit. Dus ja, het wordt best wel veel grinden in deze serie. Maar ja, dat zien we dan wel. Doei, Tibo. Het was zo leuk geweest als je erop sprong. Ja, maar ik ben niet zo stom om erop te springen. Oeh, een emerald. Ik ben niet zo stom hoor, Tibo. Ik ben wel een klein beetje dom, maar niet zo dom. Ja, nee, Tibo! Ik mag jou niet. Tibo is een stoute jongen. Ben je nu helemaal naar beneden gevallen? Tibo is een stoute jongen. Tibo is in het hoekje zitten in de benen. Niemand mag halen. Tibo eigenlijk, hè? Nee, niet Tibo. Maar niemand mag jou. You know, find me. Tibo, flikker op. Niemand mag jou, Tibo. Ik zal je helpen. Ik kom één blokje tekort. Oh, wat wil ik nu graag. Echt heel graag dat het daar ontploft. Oh, dat zou ik dan geweldig vinden. Zullen we? Gewoon een stukje YOLO. Nee. Oh, geweldig. Oké, kom, we gaan even verder. Misschien dat ik hier helemaal nieuw wil wonen. Misschien dat we even doorgaan kijken of we misschien nog iets anders tegenkomen. Maar misschien vinden we wel een super vette Savannah Hills of zo, weet je wel. Dat ziet er ook fucking vet uit. En dan ga ik daar gewoon een super epische ingang in maken. En dan ga ik zeg maar in die hele grote... Dat ga ik doen! Ik ga gewoon in zo'n fucking grote berg wonen. Van de Savannah Hills. We moeten wel eens Savannah Hills vinden, maar dat zien we dan alweer. Ja, zien we dan wel. Ach, joh. Alles doen op zijn tijd. Oké, wat kan ik hier weggooien? Ik heb een beetje te veel shit bij. Ik vang het wel op. In ieder geval. Even kijken. Hoe ben ik eigenlijk op dit idee gekomen om deze serie te gaan doen? Ik wilde eigenlijk... ik wilde al heel lang weer een Duel of Survival doen. En toen vroeg ik Tibo. Tibo, weet je wat? Ik had zoiets van... YOLO Tibo, ik wil ook gewoon een Survival serie gaan doen. Ik heb ben een beetje vol. Ik laat een beetje boeren af en toe, want ik heb net gegeten. Dus... Ik heb lekker gegeten. En ik dacht zo van, Tibo, ik wil ook een survival serie gaan doen. Wil je misschien met me meedoen? Gewoon als een dual survival serie. En toen zei Tibo van, ja, maar ik ben nu zelf eigenlijk al begonnen met de survival serie. En toen zei ik zoiets van, ja, ja. Nou, misschien kan je wel joinen in episode 2, dacht ik zo. En, oh ja, dat is goed, zegt hij. Toen had ik zoiets van, oh mijn god, nog een tempel. Oh, wat denk je zoiets? Ja, dat dacht ik echt, nee. En toen dacht ik van, hé, wacht eens. Hoe vet zou het zijn als ik nou gewoon een serie maak, net zoals toen de ene kerstspecial. Mensen die al lang geabonneerd zijn op mij. En niet vorig jaar, maar de jaar daarvoor had ik een kerstspecial waarin 4 of 5 mensen van mijn abonnees, die mochten meedoen in mijn single player Let's Play wereld. En onder andere Top zat daarbij. En dat waren gewoon abonnees van mij en die vonden het geweldig om mee te doen. Dus toen had ik zoiets van, nou, dat kunnen we eigenlijk nog wel een keer doen. En dan kunnen we daar gewoon een serie van maken. Oeh, yes, een diamond. Nice. Dus ik had zoiets van, laten we daar gewoon een serie van maken. Oeh, 3 diamonds. Oeh, nice. Holy shit, ik zei het toch, cheats. Ik wist het. Nee, Tibo, niemand mag jou.
Dus ik dacht zo, ja, laten we daar dan gewoon een serie van maken. Want ik weet nog wel dat mensen dat echt super vet vonden dat ze mee mochten doen toen in die episode. En heel veel mensen vonden het ook super leuk dat ik dat deed. Dus ik had zoiets van, weet je wat, laten we daar gewoon een serie van maken. Gewoon hashtag YOLO, gewoon doen. En vandaar ben ik op het idee gekomen. Dus. Zullen we uit de tempel gaan? Ja, we gaan uit de tempel, want dit is helemaal niks. We gaan richting de zon. We lopen gewoon richting de zon. Ik denk dat we hier weer even knippen, misschien? Ja, is goed voor mij. Oké, we knippen weer wel even. Knip! Heks! Ik zie nog een village, guys! Yay! Trouwens, die ik ben weer aan het opnemen. En wat nou, heks? Hek helemaal niet! Hoe kan ik hacken op fucking survival? Kerel, dit is mijn fucking eigen server. Ik kan je niet op hacken. Oh, dit is ook nog niet geraid. Nice. Oké, dat is wel heel toevallig, maar... Ja, dit is echt heel toevallig, maar echt serieus. Ik heb dit niet gepland. Ik zeg al niets meer. Ik zeg al niets meer, oké? Ja, maar waarom noem je me hacker? Ik voel dat niet, vind ik niet leuk. Oh, misschien zit hier een boekenkast in de huizen. Als dat is, moet je die meenemen. Ik meenemen. Dat hebben we vorig village niet gecontroleerd. Zullen we even teruglopen? Nee, daar heb ik allemaal geen zin in. Hashtag lie. Ja. Bij deze village zit er in ieder geval geen. Nou ja, jammer dan. Heh, palen. Je vergeet de zaadjes weer. Ja, maar als je een stack seeds hebt, dan is dat genoeg. Ik heb nu al over een stack seeds, dus ja. Oké, ik ga gewoon verder lopen. Thibaut, kom je mee? Ja, hoor, is goed. Wortel. We are going on an adventure! Dat is echt. Yeah. Yeah, zegt hij. Yeah. Voor de mensen dat niet weten, het is Engels, oké? Okay? Oh wacht, hoe die is been 10 minutes? Ja, voor hoe lang? Oké, we zijn nog steeds aan het opnemen. Ja. Oh mijn god, nog een village! Timo, wow. Daar is serieus net die andere village geweest. En nu is die daar weer een village. What the fuck, Timo? Wow, Tommy. Dit is echt geweldig. Ik krijg best wel snel honger trouwens. Ja, dat is bij de IMP2-update gekomen, toch? Ja, inderdaad. Dat is best klote. Ik heb wel genoeg eten. Hè. Er was echt... Ik vond zoveel varkens in dat bos, jongen. Dat is echt niet normaal. Even serieus. Ja. Maar ik had zoiets van, ik ga niet alles opnemen, want ja, dat is ook niet leuk om naar te kijken, denk ik, dus. Nee, deze is ook nog niet geraden. Oh mijn god, en de tempel ernaast! Oh mijn god, wat een geluk heb ik zeg. Non de juze. Oh, en de boekenkasten zie ik. En ik zie een blacksmith. Ik ga de blacksmith raden. Wat geef je aan mijn blacksmith? 5 obsidian! Nog meer geluk. Dude! Weet je wat dat betekent? Enchanting table. Ik kan een fucking enchanting table maken. Nu, ik heb nu al een enchanting table op me, bij me gewoon. Even serieus. GG. Wow. Oh, dit is best een serie ooit. Wauw, hoe de fuck krijg ik dit voor elkaar? Oké, en al die boeken al? What the fuck? Oké, ik ben blij dat ik nog even doorging met exploren. Als ik heel eerlijk ben. Dat ik niet meteen ergens ging wonen. Dit is eigenlijk best wel chill. Nog meer boeken. Geef mij die boeken. What the fuck, Timo? Timo, jij bent gewoon mijn geluksdubbeltje of zo, weet je wel. Dus voortaan moet je altijd met mij mee als ik ga exploren. Ja, is goed. Ja? Ja, ik vind het goed. What the fuck. Oké, we gaan kijken wat deze tempel ons brengt. 5 minuten later. Hey, nog een village. Dat was nog niet eens 5 minuten. Dat is juist het mooie. En gewoon 3 minuten of zo. Ja, 3 minuten met veel oh tijd. Oh mijn god. En power 3 protection 3 boek. Wow. Dat seems ook pretty legit. 2 diamonds. Wow. Saddles. En nog meer gold. Oh my god. Oh mijn god, all these things. Who the fuck? Who the fuck ga ik dit allemaal meenemen? Ik kan het niet allemaal meenemen. No. Ik van wel op. Wacht, let op. Oh mijn god. Pants. Dit is allemaal gewoon gevonden iron, hè? Heb je nog meer? Dit is echt geweldig. Oh mijn god, ik heb gewoon full
full iron gewoon met gevonden shit. GG. Wauw. Oh, wacht. Laat ik meteen boek maken. En dan een enchanting table meteen maken. Oh, wauw. Dit gaat lekker, guys. Ik heb nu al een enchanting tables en... Oh, super. Tibo, waarom sluit me nou weer op? Dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat was de geest van de tempel. Oh, is die boos op mij? Ja, het is toch... Waarom ben je boos op mij, geest van de tempel? Ik heb helemaal niks misdaan. Omdat jij mijn tempel... What the fuck? Tibo, what the fuck? Jij bent er zo raar op toe. Hier. Nee. Oh, nu weet ik niet meer welke kant het erop ging. We kwamen van de village. Dus we moeten die kant op. We gingen richting de zon, dus dat is die kant op dan, hè? Ja, maar nu komt de zon daarop. Er komt zo'n gegeven eronder. Nee, kijk, daar gaat de maan naar beneden. Dus dan komt daar de zon komt op. Oh, we gingen de zon richting de zonsondergang, hè? Oh, ja, ja, inderdaad. Je hebt gelijk, Tibo. Sorry, het spijt me. Maar what the fuck, hoeveel geluk hebben wij, ze? Non ja, view. Inderdaad, what the fuck. Hey, een tempel, of nee, een well, weet je wel, zo'n desert well. Nice, daar is meestal ook wel iets bij. Nee, dat is meestal niet, toch? Meestal is dat gewoon zo'n random ding. Nee, maar daar ver vandaan. Welkom! Meestal is er wel ergens in de desert dan wel een tempel of zo. Dat kan. Oké, laten we gewoon even doorgaan met exploren. Ik heb eigenlijk best wel veel zin in nu. Allemaal deze shit zo vinden, hoor. Ik heb gewoon full iron gevonden in tempels en shit. Fu. Gewoon echt keiharde fu. Fu. Ik zou juist meer blij zijn. Nee, echt van fu. Dat vind jij nooit. Fu. Weet je al? Zoiets. Mm. Oh ja, ik ga ook gewoon cactus gewoon even verzamelen. Even serieus. Want dat heb ik eigenlijk ook al nodig. Even kijken. Eigenlijk moeten ze in de admin chat even iets minder praten. Aangezien ik nog steeds aan het opnemen ben. Oeh, Savanne! Nee, meer leuk. Kans op Savanne. En nog een tempel! Wat? Dit is zo ontiegelijk lucky. Even serieus, Tibo. What the fuck? En het is ook puur legit gewoon, hè. Oh, deze tempel is helemaal zichtbaar, zie je dat? Die is echt helemaal boven grond. Daar lijkt wel naar op de minimap. Oh, dat ziet er fucking sick uit, want dat heb ik echt nog nooit gezien, trouwens. Want normaal zijn ze altijd, zeg maar, in de grond, zeg maar. En dat ze half in de grond zitten, en nu zie je gewoon alles, zeg maar. Snap je? Nee, je snapt het niet, hè? Jawel, je ziet alles, dat is het hele ding. Je bent gewoon dom! Ik droom mezelf wel. Oké, even denken hoor. Niet dood gaat, Tobby. Oh, ik ben echt de baas in het raiden van deze dingen gewoon. Oeh, Iron Horse Armor. Alleen, ik heb geen inventory plek meer. Die mag je van mij hebben. Oeh, nog een diamond. Nice. Oké, alles wat er nu in zit mag je van mij hebben. Oké, ik kom op. Die mag je ook wel van mij hebben. Die mag je ook wel van mij hebben. Die mag je wel van mij hebben. Nice. Yeah. Oh, een beetje rollback. Wauw, dit is echt de leukste episode ooit, man. Even serieus. Ja, yeah, what the fuck. Oh, wauw. We moeten dan echt eigenlijk zo'n counter hebben. Dus elke keer als we iets vinden. Jongen, hoeveel zullen we niet al hebben gevonden? 3 villages of zoiets? En 4 desert temples misschien? Ja, yeah, zal zoiets zijn, ja. Wauw, dat is denk ik niet normaal. Deze server wordt gesponsord door Odam. Freeze Hosting. Deze server wordt gesponsord door Odam. Nee, de Freeze Hosting. Daar staat hier namelijk. Het is echt. We hebben 8 gig dedicated RAM. Ik bedoel, come on guys. Dat is fucking veel. Oké, laten we even naar de savanne gaan. Oké, zoet van mij. Ik wil namelijk Savanne Hills vinden eigenlijk. Als wij nu, even serieus, als wij nu een meesterbuin vinden... Dan claim ik hem. Dan ga ik daar wonen. Als we dat nu vinden, dan weet je dat ik je ga noemen. Ja, dan weet ik dat je mij cheat gaat noemen. Maar weet je hoeveel dat ik daar
Hoeveel poep dat ik daaraan heb? Net zoveel poep als ik dit doe. Zulke dingen doe je gewoon niet. Nee, dat het hoort niet in de mic. Dat is echt alleen maar voor bad boys gewoon. Serieus. Ik ben ook gewoon een bad boy. Wow. Even kijken, hoeveel lag is er? 15. Moet eigenlijk even reloaden. Zullen we reloaden? 6, reload. Slash reload. Reload. Want dat is, dat is af en toe wel eens even nodig. Even een reload. Want de TPS was 14,5 of zoiets. En als ik nu even kijk naar TPS, dan zie ik dat hij gewoon 20 is. Dus dan is hij weer gewoon goed. Dan is hij weer gewoon 100% lag free. Ja, inderdaad. Een 20 is maximum. NCP. Notify off. Want dat is natuurlijk super irritant voor de video. Dus niet goed. Oh ja. En reload, hè. Een god. Oh ja. Na iedere reload worden wij namelijk automatisch in god mode gezet. Omdat wij OP hebben, worden wij automatisch in god mode gezet door Worldcard. Na iedere reload. Dus als we een reload hebben gedaan, moeten we dat eventjes fixen. Ik zat net niet in god mode. Dan kan je namelijk zien. Oh, een torch. Hier is iemand geweest. We found someone. Nee, maar je kan namelijk gewoon. Het is gewoon legit, want voorheen zaten we niet in god mode. Want dan zag je natuurlijk. Omdat ik iedere keer fall damage kreeg. Dus. Nee, ik wil hier niet. Ik wil hier niet in. Kerel, ik heb al full iron armor. Ik wil eerst even gewoon een plekje hebben om mijn shit neer te dumpen en zo. Dus dat is eigenlijk ook het doel van deze episode. Alleen ik weet niet hoe lang we dat bezig zijn. Weet je wat, als dit een half uur episode wordt, dan wordt het lekker een half uur episode. Dat boeit me geen flikker. Ik heb nu toch even de tijd, dus. Why not? Yeah, fucking YOLO gewoon. Ja, gewoon even YOLO'en. Gewoon, jullie verdienen ooit ook wel eens een keer gewoon echt een lange episode. Eigenlijk niet dat ik best wel druk heb de laatste dagen. Zo van. Ik moet naar school. Ha, ik ben thuis. Ik moet naar bed. Ha, ik moet weer naar school. Weet je wel, zoiets. Dat is echt dom, jongen. Fucking laat naar school. En dan heb je echt nog maar heel eventjes tijd. En dan moet je weer gaan pitten en zo. Oeh. Ik zie iemands huis. Zullen we het goed een voorbeeld geven en eens grieven? Nee, je mag niet grieven, Timo. Jij bent zo stoute bad boy. We kunnen wel eventjes een cadeautje achterlaten. Oh, er is iemand. Er is iemand. Pepe. Hi. Ik random jullie huis tegen. Pepe. Hun kunnen best wel goed bouwen. Hun kunnen inderdaad best goed bouwen. Wow, dit ziet er echt sick uit. Guys, good job. Public energies, thanks. Die had ik eigenlijk wel nodig. Dan gaan we dit even in doen. Dit gaan we erin doen. Nee, wacht. Die dingen die ik echt nodig heb, die ga ik er niet in doen. Gold heb ik niet echt nodig. Dit heb ik nog niet echt nodig. Deze nog niet echt. Deze ook nog niet echt. Deze ook nog niet. Dini. Oh, die wel trouwens. Oeps. Oké, nice. We gaan verder exploren. Waarschijnlijk wil ik binnenkort wel eventjes een gewoon zeggen van dit wordt het plekje waar ik ga wonen. Of zo, weet je wel. Zoiets, kom, ik wil de desert in, want ik wil misschien een mesa biome vinden. Dat is misschien wel vet. Ja, als die ooit vindt. Misschien wel, misschien niet. Als je die deze episode vindt, echt waar. Wow. Als ze deze episode vinden, hè, echt. Ik denk niet dat ik hem durf te uploaden, de video. Aangezien dat iedereen me dan gaat als cheater en hacker gaat uitschelden en zo. Dat zouden we toch nooit doen, hè, guys? Nee, maar wat, hè, guys? Zeg ze van, hè, guys? Nee, even serieus. Dit is echt puur legit. Jelle is hier ook. Hallo Jelle. Niet kan rondstruinen en irritant zijn alsjeblieft. Dankjewel. Maak een boot. Oké. Ik probeer. Oké. Weet je wat? We gaan even deze oceaan over en dan zien we jullie zo terug. Waar deed je jou aan denken? Aan Pokémon.
Guys, jullie gaan nu Tibo helemaal volschelden in de chat. Nee, schijntje, niet volschelden. Maar luister, waar komt dit vandaan? Niet van Pokémon, jongen. Dat is fucking Mario. Oh ja. Ja, ik wist dat het iets in die richting was. Ik had het op de Doet Nintendo. Doet me denken aan Pokémon. Wat? Wat voor jij heb jij gehad? Hij kent ook de KFC niet, hè, guys. Hij kent ja, de maar KFC. Dat is niet mijn schuld. Dat is België schuld. Wat? Wat? Ik heb al gezegd dat als jij ooit naar mij komt in Nederland, dan gaan wij naar de KFC en dan ga ik jou het meest goddelijke eten laten proeven ooit. Ja, en je hebt ook gezegd dat jij ging trakteren, dus ik vind het helemaal goed. Nou, misschien dat ik dat wel een keer doe, ja. Misschien wel. Maar hij moet wel eens hierin komen, dus. Nee, oh, wauw. Oh, wauw. Ik heb sticks en blijkbaar staat daar nog een power tool / paste op. / pt off. Was het toch of niet? / non. / non. Oh nee, off / non. Ja, nice. Oh nee, doet hij niet. / pt non. Dan is het gewoon / power tool. Dat kan ook. / pt. Ja, chill, thanks. Want dat had ik toen gedaan met het maken van de shop. Dit soort vergissingen gaat nog wel vaker gebeuren in de serie. Want ik doe namelijk ook natuurlijk admin shit op de server. Aangezien het mijn server is. Dus vandaar. Oh, ik heb trouwens big potatoes gekregen van Jelle was het, denk ik. Ik dacht dat hij Jelle heette. Dat weet ik nu niet meer. Oh, een ja, forest. Ik wil eigenlijk, zoals ik al zei, wil ik een Mesa. Ja, eigenlijk wel. Nee, ik wil niet echt per se een Mesa. Maar ik wil gewoon even een extreme of extreme savanne. Savanne hills inderdaad. Weet je wat? We gaan gewoon even door met zoeken. We gaan gewoon echt heel ver. Dit zijn onze coördinaten nu. Oh, we zijn op 9000, jongen. Wat? Oh, die fosie. Ja, mijn eten is ook alweer halverwege of zo. Ik begon echt met 40 pork of zoiets. Dus. Maar in ieder geval, we gaan even verder rennen. En dan zijn we zo bij jullie terug als we echt verder zijn. Dus tot zo. Ik zie een andere. Ik zie nog een. nog een village. Een desert temple. Even serieus. Oké, guys. Ik zie nog een desert temple. Even kijken. De coördinaten van net. Als het goed is, zijn die geblokt. Dat ik jullie laat zien welke coördinaten dat we. Oh nee, trouwens, ik heb ook gezegd hoeveel dat we hebben. Laat maar. So, in ieder geval, de mensen vroegen net aan mij of ik niet wilde laten zien. Wat hun coördinaten waren van dat, hoe heet dat? Volgens mij gaan we terug, Tibo. Nee hoor. Jawel, want we zijn nu op min. Oké, dan moeten we die kant op, denk ik. Ja, we zijn teruggegaan. Ja, we moeten deze kant op. Maar, die vroegen natuurlijk, wil je nu mijn coördinaten niet laten zien? Nou, ik heb geprobeerd, ik denk ik met het editen, om het zoveel mogelijk uit te halen. Want ja, ik vind dat wel een beetje naai om hun zo eraan te naaien dan. Maar ja, ik kan niet. Ik kan niks beloven. Want ja, dat hoorde eigenlijk bij de episode. Ik liet zien hoe ver dat we zijn. En we doen af en toe wel eens gewoon een keer mijn coördinaten laten zien. Ja, dat vindt iedereen misschien wel leuk om dat te kijken. Dus vandaar. Maar ik heb nog steeds geen Savannah Hills gevonden, Tibo. Ja, beter stukken, hè. Nee. Jij hebt hem ook nog niet gezien, hoor. Oké, guys, deze video is echt ontiegelijk lang. Eén ding willen we even zeggen. Dit is niet iedere episode zo lang. Want ja, dat kan ik natuurlijk nooit volhouden. Dat kan ik natuurlijk nooit fixen. Maar het is natuurlijk omdat. Ja, het is de eerste episode met iemand anders. Tibo is wel een goede maat van mij eigenlijk. En we moeten gewoon een leuk plekje vinden om mijn huisje te maken. Dus vandaar dat het zo'n lange episode is. En anders dan denk ik dat we de volgende keer dat we knippen, gewoon pas weer terugkomen als we echt een plekje hebben gevonden. En dan kunnen we nog even anderhalf uur doorlopen dwalen of zo. Want ik denk dat anders deze video echt ontiegelijk lang gaat duren. Dus, Tommy, waar ben je? Ik ben gewoon recht doorgelopen, doe niet moeilijk. Ja, maar ik werd afgeleid door zo'n vliegend stukje zand. Jij wordt wel echt heel snel afgeleid, hè? Misschien een beetje. Recht doorlopen gewoon, waar ging je net ook, waar we net heen liepen. Ik loop richting de bergen, zeg maar. Ik sta nu tussen de bergen, Tibo. Oké, ik probeer te verzoeken. Maar jij hebt niet zo ver rende distance, hè?
Nee, maar je kan die op zich wel even hoger zetten. Nee, Neem ik toch niet op. ren dan maar gewoon vooruit. Zo, is dat te far. Ren dan maar gewoon vooruit, dit is niet moeilijk. Ik zie hier water. Le water. Oh ja, dat zie ik ook op mijn minimap. Weet je wat? We moeten gewoon even stoppen met opnemen. En dan kunnen we dadelijk gewoon even. Als we echt een leuk stukje gevonden hebben, kunnen we gewoon zeggen: oké, hier ga ik wonen. Want anders dan gaat het zo lang duren. En het renderen en het uploaden en zo duurt ook redelijk lang. En aangezien dat ik deze eigenlijk wel morgen wil opnemen of uploaden, moet ik hem vandaag nog renderen en uploaden. Dus en het is nu alweer 8:10. Het renderen duurt, als het een half uurtje is, duurt het ongeveer een half uurtje tot 35 minuten om te renderen, denk ik. Ja, nice PC. En daarna moet ik hem natuurlijk nog uploaden als het geplande upload. Dus. Ja. Ja. Ja, dus wij zijn zo bij jullie terug als we gewoon iets leuks vinden in ieder geval. Dus dat zou. Dat zou. Ik neem weer op. LOL! Nog een tempel! Dit is zo funny. Hoeveel temps dat wij nu al gevonden hebben, man. Dan kunnen we echt gewoon. Serieus, man. Damn. Zoveel tempels. Ik zou er niet eens dood in gevonden willen worden. Oké, de rest is voor jou. Oké. Er zit nog een golden horse allemaal in. Oeh. Die wil ik wel. Oeh. En daar ben ik weer. En ik heb besloten om toch hier te gaan wonen. En de zombies gaan allemaal achter me aan. Ga weg, zombies. Ah! Niet leuk. Ga weg. Oké, maar ik heb besloten om toch hier te gaan wonen. Want ik was een beetje genoeg van om de hele tijd rond te lopen. In ieder geval. Dit was de video. Ik vond jullie het leuk. Geef dan even een groen duimpje op de video. Abonneer even op Timo's kanaal natuurlijk. Link staat in de beschrijving. Abonneer ook even op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan check ik jullie allemaal de volgende keer weer bij een nieuwe survival serie op mijn server. Ah, tot de volgende keer. Doei. Deze server wordt gesponsord door Freeze Hosting.